Hey Wordfitter, ik kreeg vele vragen van jullie over gezond eten, maken, bereiden, thuis. En het is zondag, ik eet zondags pistoletjes en zelfs enkele koffiekoeken. Moet kunnen, zeker en vast. Als je de rest van de week gezond eet, moet dat zeker kunnen. Hè. Je kunt bij de slager of in de supermarkt allerlei voorgeprepareerde slaatjes kopen. Maar op zich is het eigenlijk niet zo moeilijk om zelf je eigen slaatje te maken. En dan kun je daar nog eventueel wat kipcurry bij doen of zo, ik zeg nu maar iets. Of andere charcuterie van bij de slager, van bij de beenhouwer. Maar ik ben hier een slaatje aan het bereiden en ik wil even met jullie meegeven. Wat heb ik genomen? Wat pijpajuintjes, een drietal van die stengeltjes, heel fijn gesneden. Ik heb wat venkel. De venkel, ik heb dan nu bij de bioboer gekocht op de markt in IJsseldenberg. Vorige week trouwens, maar wel in een goed koelvak in de ijskast bewaard. Goed, en ik gebruik er af en toe als ik een slaatje maak, haal ik daar zo een partje af. Snij ik daar fijne stukjes van, dus dat gaan we een hele tijd mee. Dus wat fijne stukjes venkel. Een appeltje. Ik heb voorlopig een halve appel genomen. Fijne stukjes. Dan geraspte worteltjes. En als je denkt, oh, dat kost veel tijd, je kunt dat ook in een zakje voorgeraspt kopen. Dus op zich, dat is al een slecht excuus om het niet te doen. En dan dacht ik daar nog wat pikant, mild pikante pepers in zijn geheel nog fijn bij te snijden. En dan heb ik hier ook nog wat prijkiemen. Die kun je nog bij op je pistolet doen. Wat wil ik eigenlijk zeggen? In C, als je veel natuurlijke onbewerkte producten in huis neemt en je gaat die gewoon bij elkaar voegen, bij elkaar mengen, ja, dan krijg je eigenlijk gewoon een gezonde maaltijd. Dus koken, gezond koken, lekker koken, hoeft niet altijd moeilijk te zijn. Gewoon al die ingrediënten hier nu, ik voeg die gewoon bij elkaar. En ik zal wel zien, oké, dat is ook een beetje gezond boerenverstand. Ik zal wel zien wat het resultaat brengt, snap je? Ik zal er, om de appeltje ook niet te hard te laten bruin of te verkleuren, nog wat citroensap bij doen. Goede olijfolie bijvoorbeeld, wat goede olijfolie, nog wat peper en zout. En dan kun je dat perfect bij je pistoletje doen. Dan kun je daar ook wat vlees bij doen, wat kippenwit of pastrami van rund of van kalkoen. Ik geef maar enkele voorbeelden. Lekker pistolet en dan kan dat smaken en dan is het ook niet erg dat je eens brood eet. Dus dat is ook zo'n fabeltje. Dat heb ik gisteravond op Facebook nog gepost. Je wordt niet per se dik van brood. Lees het zeker maar eens na. Toch wel een eye-catcher, eye-opener denk ik voor velen en voor sommigen. Goed, geniet nog van jullie zondagavond. Ik ga buiten op terras pistoletje eten met mijn zelfgemaakt slaatje. Geniet jullie nog van jullie zondag en tot de volgende. Jullie vragen zijn trouwens nog steeds welkom. Dus stuur ze maar naar free@wordfit.be en dan zie jij misschien jouw vraag. Ik heb sommigen toch al kunnen helpen, denk ik. Ga ik jouw vraag ook nog beantwoorden. Goed, prettige zondagavond. Bye!